doen een ding. Dit is wat een neighbor doet. Het afgeklimd. Het oil uit zijn zak uitgehaald. En het daar arme man de lekker die woonde. Kijk aan mijn broeders wat ik heb. Gevreven. Waarop dat hij hem op zijn donkje gezet. Hij was die voorzitter, het maar hij heeft het gedaan. Hij heeft hem naar die hotel, naar die hospitaal gebracht. Afgeleid en het alles voor hem betaald. Die Samariten, die kind was niet geliefd van die andere mensen. Die priest heeft niet van de houding. Die pastoor heeft niet van de houding. Maar nogthans, het die man. Für die arme Mann hat mir geschlagen war, gehabt. Und Jesus sagt, das ist die Nähe. Nicht groß praten, nicht groß brief, nicht groß steinheilig rundlaufen, nicht. Maar doen, in stilte, je helpt niet meer de mensen. Je is daar als iemand bedroefd is. Je bidt samen met iemand wat bekommerd is. Je geeft je brood als iemand honger is. Je geeft je kleren als iemand het niet. En je schreeuwt je rond, kijk wat heb ik alles gedaan. Dat is hypocriet, geen heiliges. Je doet het in stilte, want je doet het voor God. Want God van je lief is, is het lief met meer de mens. Je kan maar rijk wees, ang wees, zwart wees, geel wees, bruin wees. I don't care. Elke mens is mijn neighbor. Ik mag niet onderscheiden, zeg. Nee, wat? Jezus zegt, hij is niet voor elke mens. Hij is elke mens geschapen. En jij moet ook voor hem liefhebben. Als hij zegt, het is lief voor God. En je haat je neighbor, dan zegt God, ga ik je pakken. Jij is lief voor mij, zeg je. Maar die mens wat jij ziet, help je niet. Ik is niet veel. Want mens kan je God niet zien. En je zegt, ik is niet veel God. Maar die mens wat in nood is en wat je ziet en je helpt hem niet, dan is je leraar. Je is geen heilige leraar, God zegt, vergeet dit. Help die mens wat op nieuw is. Dit is voor ons allemaal. Dit geldt voor groot en klein. Als er iemand bij die ziekig is, die gaat bezoeken. Als je op Johnny bij je gevallen, die helpt hem op. Je skinnenpikt niet achter zijn rug niet. Je lacht niet aan de mensen niet. Je helpt wat je kan doen. Maar je doet het niet omdat je gezien wordt niet. Je doet het omdat je hart voor liefde is. Zelfs voor je vijand. Ik hou niet van die houding. Ik hou niet. Nee, wat? Jullie zei, je moet zelfs voor je vijand doen. Het is zwaar, maar God geeft ons de kracht om zelf die vijanden lief te hebben. Dit is ware christenheid. Dit is ware christenheid. Dit is hoe Jezus is en dit is hoe Jezus wil hebben. Ons moet weten, ons moet bekomen. En toch, je neemt is om je rond. En als daar behoefte is, help hem. Of klein of groot. Help hem. En God zal je ontvangen als je kind. Oké? Kom, klap, Oké, zo. Ein Lied habe ich noch.